Hallo en leuk dat je weer kijkt. Mijn naam is Lieke en we zijn aangekomen bij de vierde vlog in aanloop van Scrooge. En ik praat al een beetje zachtjes, want we zijn in de stad Schouwburg. De cast en crew is aan het repeteren op het podium. We zijn bij de montage aangekomen, dus dat betekent alles komt bij elkaar. Zang, dans, licht, techniek, kostuum, decor. En we gaan nu kijken hoe dat allemaal in elkaar gaat passen. Alles even hebben we. Hoor je wel dat je allemaal zegt? Ik ben alleen maar een collectief gedeeld van een kerstgevoel. Het doek gaat op. In deze opstelling komen eerst de danskinderen naar voren. Buigen voor het publiek. Tijdens de kick-off vertelden Bert en Wigbold mij dat ze niet jaloers op jou zijn, omdat het een hele grote productie is. We zijn niet jaloers op de regisseur. Hoe vergaat het je? Ik hoop dat ik na deze productie mijn diploma krijg als spoorboekjesschrijver van de Nederlandse Spoorwegen. Mm-hmm. Dat is één. En twee, denk ik dat ik ook klaar ben om aangesteld te worden als hoofd van het Nederlandse leger. Heel wat dus. Flinke logistiek. Alleen maar logistiek. Ik ben vaker bezig geweest met administreren dan met repeteren, denk ik wel eens. Je bent van oorsprong operaregisseur. Dus je bent misschien gewend om grote producties te draaien. Wat maakt deze nou zo speciaal? Nou, omdat in deze productie een heleboel verschillende soorten mensen zitten. En een van die soorten mensen die in deze voorstelling rijkelijk vertegenwoordigd zijn, heet Het Kind. En daar dan 63 van. En ik heb nooit eerder met kinderen gewerkt. En ik had deze voorstelling nooit kunnen maken zonder de hulp van mijn twee fantastische docenten. Eentje voor het drama en eentje voor de muziek, Rosemarijn en Alexa. Die ervoor zorgen dat de kinderen inderdaad zich naadloos invoegen in de rest van de verschillende ensembles. Dus de professionele mensen, de amateurs, et cetera, et cetera, et cetera. Dus je hebt hulp genoeg? In drie verschillende bezettingen. Als je dan aan het regisseren toekomt, want dat moeten we niet vergeten. Ja. Waar heb jij je mee bezig gehouden als regisseur bij deze productie? Op verschillende niveaus. Het hangt een beetje af van het stadium waarin je verkeert. Hè? Het is, als ik het nu heb over het laatste stadium, zo'n eerste doorloop, dan ben je hoofdzakelijk bezig met wat moet ik doen om de machine te olieën? Welke dingen moet ik weghalen, anders doen, et cetera, et cetera. Om de machine te olieën. Daarnaast, daar ben ik nu aan toe, heb je dan overzicht over wat je in feite gemaakt hebt. Is het helder wat je gemaakt hebt? Wat moet je veranderen om het helderder te krijgen? Of kan je het beter vertellen dan je nu doet? Ik hoorde je net zeggen, kill your darlings. Ja. Is dat een van de manieren om het? Het is een van de dingen. Ik heb een soort de darling in de voorstelling zitten. Met een, de hele voorstelling is volgestopt met stoeten. Daar hou ik zo van. Mm-hmm. En een van de stoeten, die ga ik nu veranderen. En een tweede ga ik decimeren. En de derde ga ik helemaal weglaten. Dat zijn dus anderhalf darlings die ik moet killen. Waar het om gaat. De voorstelling heeft een overduidelijke boodschap. Die heb ik vandaag, toen ik de doorloop zag, voor het eerst gezien. Alle stukjes vielen op zijn plek. Wat is die boodschap die je graag uitdraagt met deze voorstelling? Ik heb een bedoeling met de voorstelling, die heb ik altijd. Maar ik ga dat niet zeggen. Het is aan het publiek om te concluderen wat ze gezien hebben en wat ze daarvan vinden. En of ze daarmee eens zijn of niet, allemaal dat. Maar daar ga ik niet tussen zitten. Dus het wordt geen gezellig bij het haardvuur kerstliedjes zingen voorstelling? Nee, het zit niet in mijn aard om met kerst gezellig te doen, omdat het kerst is. Dat vind ik een beetje too much. Ik bedoel, het is zo vercommercialiseerd als ding, dat kerstfeest. En dat weet iedereen, maar ja, toch ga je erin mee natuurlijk, weet je wel. En dat snap ik ook heel goed, maar ik probeer me daartegen te verzetten. Dus voor alle kersthaters is het ook een... Is het een hele fijne voorstelling. Een aanrader. Ja. Dit wordt gewoon een hele gezellige, oergezellige, warme, Haarlemse kerstmanifestatie. Ja. Compleet met lampjes, sneeuw, humor. Humor voor te lachen natuurlijk. Ja. Maar ook een dosis oud-testamentische moraal, Arnhem en Utrecht.